Aankomende zondag kan Ajax de indrukwekkende zegenreeks proberen voort te zetten als de Graafschap op bezoek komt. In de eerste speelronde van dit seizoen ging Ajax op bezoek in Doetinchem. Ondanks een vroege tegentreffer werd er toch ruim gewonnen van de superboeren. En Sigurdsson daar en Soleimani scoort. Ja, daar valt niks meer tegen te doen. Sigurdsson, Soleimani gefloord door Meijer. Boerichter gaat door en hoe? Ajax op 2-1. Eriksen. Soleimani nu, hij de kans. En nu wel raak. Dat is toch Jansen? Zeer waarschijnlijk. Daar is hij. En daar zit hij ook. Ja, dat is in korte tijd raak. Via de muur. En een kansloze keeper. Nog nooit namen de superboeren de 3 punten mee uit Amsterdam. Van de 18 wedstrijden won Ajax er 16. Twee keer eindigde het in een gelijkspel. Het doelsaldo is veelzeggend. Ajax scoorde 56 keer en hoefde maar 9 doelpunten te incasseren. Ook vorig jaar won Ajax, maar dat ging niet zo makkelijk als gehoopt. El Hanoui. Ebisilio, nou, daar moet dan toch de treffer komen. Ja, die is er dan ook nog, van El Hanoui. Ja, het is echt vragen om problemen. Gaan ze er nu al komen? De Ridder loopt de lat. Vertongen. Eriksen loopt. Vertongen. Met grote passen. Is aardig wat mensen kwijt, zeg. En nu aan de linkerkant geven op tijd. Dan moet dat toch raak zijn, zou je zeggen. Frenkel raakt die bal nog aan. Daar is de jongen en het is 2-0. Ajax wint met 2-0 van de Graafschap. Geen briljante vertoning van Ajax. Maar wel winst. En daar ging het om. In 2003 kwam de Graafschap ook op bezoek in de Amsterdam Arena. Tegen een jong maar zeer talentvol Ajax kwamen de Doetinchemmers al snel op een 0-1 voorsprong. Mede dankzij Van der Vaart werd de Graafschap ruim verslagen. Na een kwartier spelen was de paas van Yakubu op de jonge Rafael van der Vaart. Inmiddels ster spelen natuurlijk van Nederland Elftal en van Tottenham Hotspur. In 2003 nog te bewonderen in het Ajax-shirt met aanvoerdersband om de arm zorgt hij voor de gelijkmaker. Op de paas van Yakubu. In de tweede helft een ontketend Ajax. Hier met weer Rafael van der Vaart. Goed schot met de linker en de rebound komt terecht uiteindelijk bij Wesley Sneijder. Ook hij inmiddels een internationale vedette. Net als Steven Pienaar. En wat een topploeg toen. En Ajax had geen kind aan de Graafschap. Richard Witschi hier met de uitstekende paas op Victor Sikora. Ook dit keer keert doelman Wevers in eerste instantie. Maar is Maxwell er als de kippen bij om de eindstand op 7-1 te zetten.